De brandweer rukt alleen uit voor woningbranden en technische hulpverlening, zei Wendel Oosterwalde, voorzitter van de bond bij het Korps Brandweer Suriname, tijdens een persconferentie op het hoofdkwartier aan de verlengde Gemenelandsweg. De vakbondsman benadrukt dat de leden een standpunt hebben ingenomen om alleen met een minimale veiligheidsbezetting uit te rukken. Al het andere wordt stopgezet. Ook onze leden die zijn uitgeleend aan buitenposten, waaronder Sanderij, BOG, NCCR enzovoort enzovoort. Al die mensen zullen vanaf heden in vergadering zijn samen met het bestuur. Het kan nooit zo zijn. Kijk u zelfs, ik ben straks gaan filmen onze wagenpark. Op dit moment zijn twee posten zonder een blusvoertuig. De voorzitter geeft aan dat de overheid vorig jaar 3 blusvoertuigen heeft kunnen aanschaffen. Er moet nog voor 5 voertuigen betaald worden. Maar hier deden wij draai-draai. Dan moeten offertes weer opgestuurd worden. Dan is de begroting niet goed. Zo draai-draai, nanga-nanga manoeuvreer om de zaken niet te betalen. En u begrijpt dat wij dan die dekking niet kunnen geven aan de gemeenschap. Dus wij vragen de gemeenschap van hieruit om rekening te houden met ons, de situatie. Mikdene, bron-bron-sani, laat ze voorzichtig zijn met vuur. Want de minimale bedekking vanuit de brandweer, dat is het vanaf nu. De bondsvoorzitter benadrukt dat de brandweer vaker zaken heeft moeten ontberen. De leden hebben daarom besloten om een algemene ledenvergadering te beleggen en maatregelen te treffen.